Op de foto's van de zeevaartschool is de verwoesting goed te zien. Het scheepvaart- en transportcollege in Rotterdam heeft dagelijks contact met de afdeling op de Filipijnen. Dat de situatie is zonder meer, op basis van de laatste informatie, dramatisch. Ik spreek, kijk het naar de foto's, toch wel over 60, 70 procent verwoest. De muren staan nog, maar daar hebben we het eigenlijk al mee gezegd. We mogen hopen dat alle studenten in leven zijn in Palompo, maar dat kunnen we nog niet bevestigen. De zeevaartschool in Palompon werd in 2001 opgericht. Tot nu toe werden er 1300 lokale studenten opgeleid. Ruim duizend mensen werken nog altijd voor de Nederlandse vloot. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders is vanuit het kantoor in Rotterdam bezig met de wederopbouw. We hebben 250.000 euro uit onze eigen middelen uit de vereniging beschikbaar gesteld voor de wederopbouw. Voor noodhulp aan deze mensen hebben we nog 100.000 euro extra opgehaald. En die gaan we besteden om een vliegtuig speciaal. Met noodhulp naar dit gebied toe te vliegen. Ja, hoe nu verder? Belangrijkste gezondheidszorg, eten, drinken, dat dat op orde is. Maar daarna ook weer verder. Dus blijven investeren in dat land, in dat gebied. Meehelpen mensen om ze weer op de weg te helpen en vooral die kinderen een toekomst bieden. Dat is het belangrijkste. Ik kan in ieder geval vanuit deze kant een enorm commitment afgeven naar Polompong en onze zeevaartschool. Want wij gaan zeker met die school door en we gaan hem zorgen dat die binnen de kortste tijd weer up en running is.